Hallo Vincent, ik wil je wat vragen over de structuur en de missie en visie en doelstellingen van de organisatie VER. De eerste vraag die ik wil stellen is, op welk moment ben je bij de VER betrokken geraakt en op welke manier? Ja, ik ben erbij betrokken geraakt omdat ik van Erik was ik mee in contact, omdat ik hem in contact bracht met een vrachtwagenbedrijf in Duitsland. En toen vertelde hij dat die vereniging opgericht was. Ik heb met hem naar Noorwegen geweest. We hebben toen gezien dat daar een hele actieve ledenorganisatie is die groeit en bloeit. En die een beetje het centrum is van innovatie. En toen hebben we tegen elkaar gezegd in Noorwegen, dit moet er komen. En hij was ermee begonnen. En ik hoorde het eigenlijk pas op het laatste ogenblik, net voordat we live gingen. Toen zei ik van, ja, ik wil meedoen. Ik vind dat echt een heel goed idee. We hebben een mooi voorbeeld gezien hoe het kan werken. En ik wilde daar aan meedoen. Oké, en het bestuur is natuurlijk gevormd uit een aantal mensen die allemaal hun eigen rol in hebben. Wat is jouw rol in het bestuur? Nou, die hebben we dus in de laatste bestuursvergadering gedefinieerd. Ik zie mijzelf als een beetje een evangelist, een uitdrager, een enthousiasteling, een communicator. En ik ben ook heel erg geïnteresseerd in de innovatie die komt. Dus wat er gebeurt op het gebied van auto's, niet zozeer dit merk of dat merk, maar de grote trends, de kosten van de batterijen, de infrastructuur die er komt, de manier waarop het zeg maar accelereert. Ik zie dat het de komende 10 jaar enorm gaat groeien. En ik zie grote stappen in 2018. 2021 en 2025 en uiteindelijk is dat 50% van alle nieuwe auto's. Dus ik denk dat dat heel erg sterk gaat groeien. Nou, die visie, die wil ik graag aanreiken. En alles wat innovatie is, daar wil ik me mee bezighouden en dat ook zoveel mogelijk communiceren en uitdragen. Dus een beetje PR en dat soort zaken. Oké. Wat is volgens jou persoonlijk de filosofie achter het concept de VER? Ja, de VER is iets wat een vereniging van de rijders zelf, die moet er eigenlijk voor zorgen dat onze belangen als rijders, dat die gewoon dat die net zo belangrijk zijn als de manufacturers. De fabrikanten zijn natuurlijk uitermate goed georganiseerd, hebben een goede structuur, hebben goede connecties naar de wetgeving. Hebben goede connecties naar het hele achterland. En wij rijders zijn allemaal individueel. Wij hebben dan contact met die manufacturers. Maar ja, als het gaat om laadproblemen, als het gaat om structurele problemen met auto's, als het op een gegeven moment gaat over dingen die wij belangrijk vinden, dan moeten we dat organiseren. Dan moet het makkelijk zijn voor fabrikanten om met één iemand te praten. En het moet makkelijk zijn om voor de overheid om met één iemand te praten. Dus dat past in het polderlandschap. En ik denk zeker in het begin, hè, je hebt natuurlijk nu de AWB die dat doet voor de algemene auto's. En de BOVAG voor de branche. En ik denk dat er voor de elektrische auto's, omdat het in het begin nog zo klein is en zo fragiel, dat, ook al doet de AWB er heel veel aan, en is het een prima organisatie, is dat toch gewoon de organisatie van de explosieauto's. En moeten wij dat als vereniging toch zelf op gaan zetten. Om die belangen stevig te laten doordringen in Den Haag, bij de autofabrikanten en bij de gemeentes. Waar de laadinfrastructuur zeg maar terecht hoort te komen. Oké, en de vereniging is nu primair online. Ben jij van mening dat die vereniging ook online moet blijven? Of moet ik ook maar in de vereniging zelf? Nou, de vereniging is natuurlijk een vereniging. En daar hoort dat bij dat mensen elkaar aanraken, praten. Er moet een belangrijke digitale identiteit zijn. Maar ik denk, wat zoals altijd, als mensen digitaal met elkaar connecteren, willen ze elkaar zien. Dat doen we als bestuur. En dat zullen wij ook gewoon als leden met elkaar doen. Dus ik zie inderdaad dat wij toch minimaal 4 keer per jaar bij elkaar komen. Hè? En dat zal de eerste keer zal dat misschien 25 mensen zijn. En in mijn hoop is dat dat dan, zeg maar na een paar jaar, dat het dan 500 mensen zijn die bij elkaar komen. En misschien ook dat er mensen zijn die het leuk vinden om alle Tesla's bij elkaar te krijgen. Nou ja, dat soort verenigingen of de Mitsubishi's, dat er nog op mij, dat, in ieder geval dat er fysieke plekken zijn waar wij bij elkaar komen, een aantal keren per jaar. Hoe vaker, hoe beter. En hoe meer we dat kunnen faciliteren, want ik denk dat dat initiatief vooral van de leden moet komen. Moeten wij dat, we zullen zelf natuurlijk 1 keer per jaar een grote ledenvergadering organiseren met een geweldig congres met de laatste dingen die er te melden zijn. En dat moet ook een groot congres worden. Maar ik denk dat het heel goed is dat er lokaal
En misschien ook per onderwerp dat er ook allerlei meetings komen. Oké. Je geeft net zelf het voorbeeld dat je in Noorwegen bent en daar hetzelfde voorbeeld hebt gezien wat ook succes zijn. Of ook in andere branches voorbeelden van communities die jij kan noemen, die, of verenigingen die op deze manier ook succesvol zijn geworden. Ja. Oh, sorry. Nog een keer. Welke? Zeg de vraag nog een keer. De community of de vereniging in Noorwegen was heel succesvol. Gaf je net aan, daar zijn jullie heen geweest. Zijn er nog voorbeelden in andere branches van dit soort verenigingen die je kan noemen, die dus ook succesvol zijn geworden? Wat zijn onze inspiratiebronnen? Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Natuurlijk in Nederland hebben we de Algemene Fietsbond, de AWB, die is natuurlijk, dat is een mooi voorbeeld. En het stikt natuurlijk van de vereniging van iedereen die een beetje iets heeft gemeenschappelijk, of het nou inderdaad volleybal is, of de elektrische aanbieders, of politieke partijen. Ja, maar ja, ik bedoel, nou, in ieder geval waar ik zelf op een gegeven moment mee bezig ben geweest, is internet. Toen internet begon, toen hebben wij ISOC opgericht, de Internet Society. De Internet Society is een standaarde club die eigenlijk de standaarden bepaalt van het internet. En die worden dan, dat wordt vooral in Amerika gedaan, of eigenlijk over de hele wereld. Maar we hebben toen de Nederlandse chapter opgericht. En zeker in het begin was dat heel nuttig om op een gegeven moment vanuit de gebruikersperspectief een heleboel naar de overheid te communiceren en naar de telecombedrijven te communiceren. En daar hebben we toen ook, dat bestaat nog steeds. Dat was in het begin was dat heel belangrijk. Toen op een gegeven moment is het internet zo groot geworden. En dan is dat een beetje overgenomen door alles en iedereen. Maar dat was ook een hele nuttige vereniging. Ik denk dat met een vereniging elektriciteit ook zo gaat gebeuren. Dat over 5 jaar is dat heel groot, dat elektrisch rijden. Dan komen er ook een heleboel organisaties. Dan gaat de ANWB er ook helemaal op inzetten. En dan is onze taak misschien volbracht of gaan wij op in de ANWB. Maar dat heb ik toen bij de ISOC gezien, dat in het begin om mensen bij elkaar te brengen, intelligente mensen, betrokken mensen, enthousiaste mensen en mensen die op een gegeven moment naar de grote marktpartijen, voor wie internet toen nog heel klein was, maar wel heel belangrijk, de KPN's van deze wereld, maar ook de overheden en ook de surfnets, toen hebben we daar in de eerste 5 jaar een hele nuttige rol vervuld en dat hoop ik dat de VER dat ook gaat doen. Oké. Op het gebied van content op de website, wat zou je als lid, als elektrisch rijder zelf het liefst aan zien komen? Vooral forumberichten of vooral nieuwsberichten? Ja, ik zie de forum als... Waar heb je zelf het meest interesse? Nou, ik zou wel heel graag een goed gevulde website zien. Ik denk in het begin, omdat geld nog een belangrijk issue is, zullen we gewoon mooie calculatiemodellen moeten laten zien hoeveel het kost om een elektrische auto te hebben, dat mensen over de streep trekken om te beginnen. En vooral, ik wil eigenlijk vooral inzetten op volledig elektrisch. En niet op, dat is mijn eigen voorkeur, niet op die hybride auto's. Ik denk dat die volgend jaar ook voorkomen gaan verdwijnen. Dat is als de wetgeving verandert, zullen die volledig elektrische auto's zullen gaan domineren. Net zoals ze in Amerika doen, net zoals in Noorwegen doen. Dus goede informatie over financiële modellen, de belastingwetgeving, dingen waar je aan moet denken als je een elektrische auto koopt. We zullen gewoon goede inventarisaties moeten maken van alle apps die er zijn om de elektrische laadpalen te vinden. Weet je wel, allemaal de basics. Dan denk ik dat het hartstikke leuk is om samen te werken met een aantal partijen en daar content ook te publiceren. Dus bijvoorbeeld alle modellen die eruit komen, ja, dat moeten we wel op die website hebben, maar dat moeten we niet zelf gaan doen. We moeten gewoon met Green News moeten we een deal maken of met Auto Dit, Auto Week of zo van alle modellen die komen. Dus in ieder geval een goed gevulde magazine-achtige website. En dan hopelijk dat we onze leden zoveel mogelijk aanzetten tot discussie. Dus de discussie moet onder die artikelen plaatsvinden. En die moet ook een prominente plek krijgen op de website. En daarnaast heb je heel veel, ja, net zoals je bij de Tesla Club hebt, heel veel onderwerpen waar je met elkaar over wil discussiëren. Dat kan het beste in een forum. Maar je hebt het nieuws plus discussie. En daarnaast heb je de forums waar mensen over allerlei onderwerpen praten die ze zelf aandragen. Ja, oké. Okay. Dat waren al mijn vragen in de notendop, in ieder geval. Dankjewel. Heel nuttig. Ik ben heel benieuwd. En dan, als je nou allemaal even opneemt. Ik heb dus call recorder.
En dan krijg je dus wat je nu zeg maar zometeen over een paar minuten zal ik dat even naar je toesturen. Ik zet wel even op YouTube. Dan kun je dat ook doorsturen naar de. Kunnen we het ook, kan iedereen er even naar kijken. Maar ik denk dat het heel nuttig is. En ik zou het ook heel leuk vinden om de interviews die je doet met de andere bestuursleden. Dat die ook gewoon, behalve jouw conclusies, dat je daar meteen even door kunt klikken. Van hé, hier zie je wat Hans ervan vindt. Of hier zie je wat Erik ervan vindt. Moderne manier van verslaggeving. Ja, dat is ook zo. En transparant. Ik kijk ook dat ik kan regelen, want ik heb al wel interviews gehad die ik vooral geluidsopnamen heb gedaan. Nou, die geluidsopnamen zijn prima. Ja. Ik bedoel, het maakt helemaal niet uit. Die kun je gewoon op. Die geluidsopname die zet je op. God, hoe heet dat? Dingen. Maar goed, ik stop even de opname. Maar ik hoop dat wel al die leuke gesprekken zelf te zien.